Ik dacht, ik doe deze bril op voor de auditie. Nou, ik ben niet heel enthousiast. Oh, nee. Ik was heel bang dat je de huisbaas was. Oh. Oh, de huisbaas. Hey meiden, ga even zitten. Zoals jullie weten ben ik die broodjeszaak hier beneden begonnen. En is die verbouwing enorm uitgelopen. En dat heeft natuurlijk voor behoorlijk wat overlast in de buurt gezorgd. Zeg dat wel. Klopboren, heipalen, gas en licht 2 weken afgesloten. Als huisbaas zijnde zit me dat natuurlijk niet lekker. En ik wil de omwonenden graag tegemoetkomen met een stukje financiële compensatie. Dat lijkt me niet meer dan fair, toch? En dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dus jullie huur gaat omhoog. Hè? Maar dat kan toch niet zomaar? Ja, dat dacht ik ook. Maar dat kan dus wel. Fijn gesprek, jongens. Oh, voor ik ga, hebben jullie wat peper en zout wat ik mag gebruiken? Ja. En een beetje olijfolie? En een beetje spaghetti? Een uitje? En wat knoflook? Ja? Top. Ga ik even een pastaatje bouwen. Oh, en ik wil na het hapje even hier een tukje leggen, dus... Oh, uitje al helemaal gesneden zelfs. Oepsie. Ja, man, het is gewoon zo lastig. Ik weet dat je altijd zegt, jij mag nooit aan jezelf twijfelen. Maar wat nou als ik voor dit vak gewoon veel te knap ben? Hoe ga ik ooit geloofwaardig iemand spelen die werkt in de zorg? Dan denk je toch meteen, gast, als je er zo uitziet, dan ga je toch niet in de zorg werken? Dan word je model. Ja, lieverd, maar modellenwerk is doodzonde van al je talent. Ja, precies. Hey, lieverd. Hey, mam. Oh, ik dacht je al te horen. Heb je hier vannacht geslapen, prinsje? Hoe is het? Goed hoor. Kijk, ik ga dit jaar waarschijnlijk gewoon keihard doorbreken. Maar ik wil niet dat het alleen maar is vanwege dat koppie. Ja, dat iedereen ziet hoe ontzettend bijzonder jij bent natuurlijk. Ja. Goedemorgen. Hey pap. Pap, we hadden het er net over, hè. Ben ik te knap voor acteur? Jij kan natuurlijk geen verpleger spelen. Daar ben je gewoon veel te speciaal voor. Goedemorgen. Hey mam. En de hele kleine rollen. Mooi. Hey pap. En met de hele kleine rol op de achtergrond beginnen heeft ook geen zin. Want dan gaat iedereen de hele tijd naar mij kijken. Zo van, de tering, wie is dat? En dan volg je de scène niet meer. Goedemorgen. Wie is dat? Een scharrel? Sharon. Hallo, aangenaam. Hey, hey Sharon. Dan moet jij Roy zijn. Jij hoopt een ster te worden. Hoezo ik hoop een ster te worden? Ik ben een ster, alleen de mensen weten het nog niet. Lieverd. Ja, hoor je wat hij zegt? Ja, maar poppenkontje, hij bedoelt... Hallo! Kan ik iets van steun krijgen hier? Als jullie al niet in me geloven. Lekkere ouders zijn jullie. Oh ja, en de huur is verhoogd. Dus ik zie het wel verschijnen. Dag. Deze lunchroom is van mijn huisbaas, dus ik kreeg wel een gratis koffietje. Hallo. Hey. Hallo. Kom je doen? We willen wat bestellen. Oké. Okay. Goed. Wat moet je hebben? Iets lekkers. Kan geregeld worden. Hoeveel? Twee kietjes. Twee broodjes. Broodjes. Ja? Dit is toch een broodjeszaak? Strijder! Popo. Nee. Nee, ik ben Roy. Ik woon hierboven. Is Bob er ook? Patron. Nee, man. Wat kan ik voor je betekenen? We waren benieuwd wat voor broodjes je had. Broodjes? Oh ja, we hebben... Wat heb je erop vandaag, Sosje?
Ham. Broodje ham. En broodje van de week, maar die is niet zo... Maar wat is het broodje van de week? Broodje ham. Doe maar twee broodjes ham dan graag. Ja. Doe je hond. Ik kreeg honger. Ja. Weet jullie waar het dichtstbijzijnde broodjeszaak is? Hey, timer, ja, ik ga halen, ja. Maar vertel, het was weer helemaal kut bij je ouders. Oh, ja. Je kent dat wel, dat je voelt dat je ouders je niet willen. Ja, ik heb dat bij mijn moeder nooit gevoeld, alleen bij mijn vader. Kun je nagaan. Jij hebt alleen je vader die is weggegaan. Ik heb 6 mensen die me in de steek laten. Als je niet voor een kind wil zorgen, neem er dan geen. Het leven neukt jou wel in de reet, hè, Roy? Ja, hallo. Ik kan mijn huur niet meer betalen, ik heb honger. Ik ben net een zwerver. Oh, hoe is het met Danny? Dave. Hoe is het met Dave? Uit. Oh. Ik ben nu met Klaas. Ah, en hoe oud is Klaas? Ja, doe maar zo. Klaas is toevallig echt heel erg jong van geest. Ja, je voelt gewoon dat hij in de 60's is opgegroeid. Ja. Voel je dat? Verdomme! Hey Ted. Is niet mogelijk dat jij... Dat ik een smerig vadercomplexje heb, waardoor ik steeds mannen uitzoek die me afwijzen en waarvan ik weet dat het met hen uiteindelijk toch niet gaat werken vanwege het enorme leeftijdsverschil en dat ik er alleen maar ongelukkiger en eenzamer van word. En zou ik niet eens op zoek moeten naar een hele leuke, lieve, knappe vriend van mijn eigen leeftijd? Zoals jij? Ja, bijvoorbeeld. Maar dan heel oud. Roy, wat doe jij vanmiddag? Ik wilde een beetje gaan acteren in de buurt of zo. Willen jullie mijn entourage zijn op de set? Nee, ik ben oké. De set? Ik heb een rol. Wat? Peter Polak zei tegen mij, en ik citeer nu. We wisten niet dat jij iets had, maar nu ik je zo zie, weet ik het zeker. Jij bent er één, er is iets met jou.